welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een Arabische make-up look maken. Ik doe al 4 jaar YouTube, ik ben zelf Marokkaans-Arabisch en ik heb gewoon nog nooit een Arabische make-up look gemaakt. Super weird, ik weet niet waarom ik dat nog nooit heb gedaan. En ik vind dit dus extra leuk omdat ik zelf Arabisch ben. Ik hou van de Arabische make-up stijl, want het is heftig. Arabische make-up is veel make-up, heftige make-up. Het is niet altijd mooi. Ik moet zeggen, af en toe overdrijven ze echt. Ze gaan echt way too far. Ze plamuren echt een plamuurlaag waar je u tegen zegt. Maar 9 van de 10 keer is het gewoon hartstikke mooi. En is het gewoon een hele mooie full glam make-up look. En daar hou ik van. Dat weten jullie. Dus ik ben vandaag super super enthousiast om deze look te maken. Omdat ik het gewoon altijd hele mooie looks vind. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze make-up tutorial. Ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezichtsmake-up. Dus we gaan gewoon gelijk aan de gang met het plamuren. En ik ga eerst mijn gezicht primen met deze NYX Marshmallow Primer. Deze primer is echt super super fijn. Ik raad hem iedereen aan. Hij maakt je huid heel erg egaal. En hij ruikt lekker. Niet dat je er iets aan hebt dat hij lekker ruikt. Maar dat is wel een extra pluspuntje. Ik vind deze primer echt amazing. Oh, elke keer als ik deze primer ruik, heb ik gewoon zin in snoep. Hij ruikt echt naar marshmallow. Ik lust geen marshmallow, maar deze geur herinnert mij ook aan een snoep. Dan is het tijd voor foundation. Ik gebruik deze Clarins Foundation. De Everlasting Youth Fluid Foundation. In de kleur 111 Auburn. Ik heb nou niet gebruind. Dus ik denk dat deze kleur perfect gaat zijn voor mij. En ik gebruik mijn She Glam spons. Deze spons is echt super fijn. Ik heb hem net 1 keer gebruikt. Ik heb hem net pas 1 dag. En ik vind hem echt amazing. Ik ga deze make-up vandaag ook gewoon echt de hele dag ophouden. Dus ik hoop dat alles gewoon vandaag goed gaat. Maar daar ga ik wel van uit. Als er nog andere make-up looks zijn die jullie graag willen zien, laat het me eventjes weten beneden in de reacties. Vandaag ga ik dus voor Arabisch. Maar misschien dat jullie ook een ander land willen zien of whatever. Laat het me gewoon eventjes beneden weten. Dan ga ik mijn gezicht ook cream contouren met deze Fenty Beauty Stick in de kleur Truffle. Deze is echt ideaal voor een mooie cream contour. We gaan er vandaag echt helemaal voor, jongens. Het wordt echt een volledige dekkende full glam make-up look. En dan alles lekker uitblenden. Ik ben ook heel erg benieuwd, wat is jullie afkomst? Ik ben dus Marokkaans. Ik ben Arabisch-Marokkaans. Ik ben heel benieuwd wat jullie zijn. Wat is jullie afkomst? Zijn nu jullie gewoon allemaal Nederlands? Of heb ik ook allemaal andere nationaliteiten erbij? Vast wel, dus let me know ook weer beneden in de reacties wat jouw afkomst is. Voor concealer gebruik ik mijn e.l.f. Camo Concealer. Dit is echt een super mooie, betaalbare, volledig dekkende concealer. En ik heb hem in de kleur Medium Sand. Het is wel een hele lichte kleur. Medium is echt geen medium. En dan ga ik die lekker veel aanbrengen. Want ik hou altijd van veel concealer. Want dat vind ik echt zo mooi. Ik vind het altijd zo mooi als het hier helemaal zo mooi is verlicht. Ook al hoef je van deze concealer eigenlijk niet echt heel veel aan te brengen. Want hij heeft echt een volledige dekking en smeert goed uit. Maar toch breng ik gewoon veel aan, want zo ben ik. Ik ga dan nu ook gewoon gelijk mijn blush aanbrengen, want ik ga in met een cream blush. Ik ga deze cream blush gebruiken van Messauda, de Cheek Kiss Blush Stick in de kleur 101. Dit is echt een super, super mooie blush kleur. Kijk even hoe mooi dit is. Hij is echt prachtig. Deze ga ik een beetje aanbrengen, een beetje veel en dan lekker uitblenden. Dan ga ik in met mijn H&M poeder om alles goed te zetten en mooi mat te maken. Deze heb ik in de kleur Light. Dit is de Seamless Setting Powder. Hoe gaat het ook nou allemaal met jullie in de lockdown? Gaat alles nog gewoon goed? Of gaan jullie er echt aan onderdoor? Met mij gaat het op zich nog best wel gewoon goed. Ik ben er wel echt klaar mee, maar ik ben er al klaar mee vanaf het begin. Maar ik ben echt een super positief persoon. Ik ben echt nooit unhappy of whatever. Maar ik snap dat heel veel anderen dat wel zijn. Vooral omdat het gewoon zo'n heftige situatie is op dit moment. Dus ik hoop dat alles gewoon goed gaat met jullie. Als het niet goed gaat en je kunt je ei niet kwijt, schroom niet om mij een berichtje te sturen als je gewoon even je ei kwijt wil of even wilt kletsen of zo. Dat is echt geen probleem. Ik ben het beste bereikbaar via Instagram DM. Dus dat is het makkelijkste. Maar ik hoop gewoon echt oprecht dat alles gewoon goed gaat met iedereen. En ik hoop dat mijn 4 video's in de week daar ook aan bijdragen. Tijd voor neuscontour. Ik ga mijn neus contouren met het Revolution paletje. Deze kleur. Ik wou maar dat deze gewoon los te koop was. Maar dat is niet. Dit
Deze kwast van Make-up Studio is echt fantastisch om mee te contouren. Ik heb die net nieuw en ik ben echt helemaal in love. Het is echt zo de perfecte shape. Echt, I love it. Dit is de 02 kwast. Hij is zo fijn, dus als je hem wil. Hij is wel een beetje prijzig, maar je kunt mijn kortingscode gebruiken. SarahMarieK10 op hun hele website en dan heb je 10% korting. Deze kwast, echt fantastisch. Ik raad hem echt iedereen aan. Je zou hem ook kunnen gebruiken als blush kwast. En dan is het tijd voor MAC Fix Plus om alles mooi te zetten en minder poederig te maken. Ik kan echt gewoon niet vaak genoeg vertellen hoe belangrijk deze stap is als je wilt dat je make-up er niet cakey uitziet. Vooral als je zo'n heftige look maakt als die ik vandaag maak. Setting spray, fixing spray en echt MAC Fix Plus. Het moet een beetje zo'n waterige spray zijn. Dat gaat er echt voor zorgen dat het helemaal niet meer poederig lijkt. En het gewoon lijkt alsof je weinig make-up op hebt, terwijl je gewoon hebt geplamuurd. Kijk, je moet echt helemaal zo nat worden. Zie je dit? Mijn gezicht is letterlijk helemaal nat. En dat is goed. Dan is het nu tijd voor een van de leukste stappen van vandaag. En dat is de ogen, de oogmake-up. Ik ga een echte Arabische make-up look maken. Ik heb gisteren dit paletje ontvangen van Make-up Studio in PR. Dit is het 90s Treasure paletje. Hun hebben nou zo'n hele jaren 90 collectie. En dit is het paletje van die collectie. En hij leek me gelijk gewoon geschikt voor deze ooglook. Kijk, het zijn 4 matte kleuren. En echt ideaal voor een Arabische ooglook. Dit paletje ziet er by the way zo mooi uit. Ik heb meerdere van hun paletjes van deze. Ik heb ook een groene en volgens mij nog één andere. En de kwaliteit is altijd echt best wel goed. Dus ik ben best wel enthousiast, want deze kleuren spreken me echt aan. Dit zijn echt kleuren die ik gewoon alledaags, everyday gebruik. Dus ik ben heel blij met dit paletje. Dus ja, die ga ik vandaag gebruiken voor de look. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, ik heb al een soort van geprimed met concealer. Dus die stap gaan we overslaan. We gaan gewoon gelijk in met het paletje. Ik ga wel een stukje plakband hier aanbrengen om het mooi strak te maken. Ik ga beginnen met deze lichte matte kleur. En die kleur ga ik gewoon een beetje zo aanbrengen over mijn hele ooglid om het een beetje lichter te maken. Dan ga ik in met deze oranje matte kleur. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. En die kleur breng ik dan lichtjes aan in mijn hele arcadeboog. Gewoon heel lichtjes, niet al te veel. Dit is echt gewoon alleen maar om als transitiekleur te gebruiken. Dan ga ik in met deze bruine matte kleur. Dan ga ik in met de Zoeva 224 Fluffy Kwast. Deze is iets kleiner. En dan breng ik die kleur ook zo aan in mijn arcadeboog. Ik blijf een beetje onder die oranje kleur, zeg maar. Oké, dan ben ik nou helemaal klaar in mijn arcadeboog. Dit is het. Dan ga ik nou echt een cat eye look maken van deze ooglook. Want Arabische make-up staat echt bekend om het cat eye effect. Ze maken echt helemaal zo'n amandelvormige cat eye, foxy eye look, zeg maar. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Voor deze stap gebruik ik deze bullet kwast van Zoeva, nummer 230. En dan ga ik in met de zwarte kleur in het paletje, dus deze kleur. En deze zwarte kleur ga ik zo hier aanbrengen. En dan ga ik een soort van smoky wing creëren. En ik volg gewoon de lijn van de plakband. En dan pak ik een beetje weer van die bruine kleur en daarmee ga ik ook een beetje over de lijn om het een beetje smokier te maken. Dan heb ik hier nog een losse oogschaduwpigment van Maria Malki Cosmetics en die wil ik aanbrengen op mijn ooglid. Ik zie alleen niet welke kleur dit is. Er staat niet op welke kleur dit is. Maar het is een beetje zo'n bronzie kleur. Wel jammer dat er niet op staat welke kleur ik nou ga gebruiken, maar oké. En die ga ik zo aanbrengen een beetje op mijn ooglid. Wow, dit is zo heftig. Oh my god. Dit is veel heftiger dan dat ik had verwacht. Het is wel echt prachtig. Oh my god. Dan pak ik weer de zwarte kleur uit het paletje. En dan ga ik die zwarte lijn ook weer opnieuw een beetje aanbrengen. En dan ook een beetje over deze losse oogschaduwpigment. Dan is tijd voor ook nog een zwarte liquid eyeliner. En ik gebruik deze van Honest Beauty. Deze is heel mooi zwart en mat. En dan ga ik een mooie wing maken. En ik trek de wing ook door hier naar binnen in een soort van puntje. Want dat creëert dat echte cat eye effect. Oké, jongens, dit is dan de wing. Deze ging beter dan deze kant, maar whatever, zo gaat het altijd. Dan is het tijd om een zwart oogpotloodje aan te brengen in mijn onderste waterlijn. Ik gebruik deze van Estée Lauder. De Double Wear Stay in Place Eye Pencil in de kleur 01 Onyx. En dan breng ik deze zwarte en bruine oogschaduw ook nog aan op de onderste wimperrand.
Als mascara gebruik ik deze Essence Lash Princess Waterproof Mascara. En als nep wimpers gebruik ik TL4 Nep Wimpers van Tati Lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. Wimpers zitten erop. Ik ga nu verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Daarvoor gebruik ik deze Milani Baked Bronzer in de kleur 05. En als highlighter gebruik ik deze highlighter van Nabla. Dit is de Wave Highlighter. Deze is echt super mooi en echt super heftig. De lippen hou ik gewoon nude. Als je naar Arabische make-up looks kijkt, zijn de lippen ook bijna altijd nude. Dus ik ga in met mijn Morphe Sweetie Lip Pencil en deze Huda Beauty Lipstick in de kleur Staycation. Een hele mooie nude kleur. En dan als laatste als fixing spray mijn Morphe Luminous Fixing Spray. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was de Arabische make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super, super mooi. Dit is echt een look die ik zou dragen. Het is een hele heftige look, maar alsnog een look die ik zou dragen. I love it. Ik hou ook van die kleuren. Ik hou altijd van bruin tinten en dat soort dingen. Ik hou ook van een hele heftige wing. Al is dit wel heel erg heftig. Ik persoonlijk zou het iets minder heftig maken, maar voor een Arabische look, ja, moet je gewoon zo'n heftige wing maken. Dat hoort er gewoon echt bij. Laat me weten beneden in de reacties wat jullie van de look vinden. Vinden jullie het mooi? Is dit een look die jullie zouden dragen? Let me know. En laat me ook eventjes weten wat voor looks jullie nog meer willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!